kan me je knapper herinneren zonder litteken op je gezicht. Als eerste, wat is daar gebeurd? Ja, ik ging een kopduel aan met de nummer 6. En ja, hij kwam een beetje ongelukkig en toen raakte hij met de hak, met mijn kaak. Laat het zien, draai eens een klein beetje. Het ziet er niet best uit, maar dat heeft je niet gehinderd in de volgende wedstrijd. Nee, nee, zeker niet. Het was een schrammetje. In het begin zei de scheids dat het een schrammetje was. En toen kwam de verzorger en die maakte hem open en ging er zo niet de bloed uit. Maar goed, ja, de wedstrijd gaat op dat moment gewoon door. Heel lang 1-0 achtergestaan. Had jij het idee dat Sparta die wedstrijd nog zou gaan omkeren? Ja, we begonnen de eerste helft slordig met veel lange ballen, chaotisch. En ja, we pakten de tweede helft pakten we het op. En ja, we hadden wel hoop dat we de gelijkmaker zouden maken, want we kregen best wel veel kansen. Ilias en Wijnaldum nog, dus ik had er zeker hoop in. En uiteindelijk valt hij van jouw voet. Ja, wat voor goal was het? Ja, het was een afgeslagen voorzet. En ja, ik nam hem aan en toen schoot ik hem zo in de verre hoek. Dus dat was een mooie goal, vond ik. Hoeveel meter heb je daarna gelopen om het uitvak het mee te kunnen vieren? Heb je enig idee? Nee, ik denk dat het 100 meter. Ja, die mensen zijn van ver gekomen en ik vond het belangrijk om even naar ze toe te gaan. Denk je op dat moment daarover na of is het gewoon echt impulsief dat je meteen naar de overkant van het stadion rent? Nee, het was gewoon een kick. Ik dacht er niet over na. Was je eerste goal? Hoeveel kunnen we er nog verwachten dit seizoen? Ja, ik hoop op meer doelpunten en meer assists en dat ik belangrijk ben voor het team.